Hallo, hier is Wendy. Vandaag wil ik je graag deze 12 steken kabel laten zien. Dit is de snelle tutorial. Wil je dat niet, wil je langzame uitleg, klik dan even op deze link. Dan ga je naar de volgende uitleg. Werk je op een tablet of een telefoon, kijk dan even in de beschrijving. Staat daar een klikbare link. De 12 steken kabel gaat als volgt. Je zet 15 lossen op, plus 3. Vanaf de derde losse ga je 15 stokjes terughaken, dus dan heb je 16 stokjes in totaal. 3 lossen omhoog, 15 stokjes haken, is weer 16 stokjes in totaal. 3 lossen omhoog, eerst een stokje in de tweede steek, dan ga je 12 relief stokjes voormaken, plus 2 stokjes in de laatste 2 steken. 3 lossen omhoog, stokje in de tweede steek, 12 relief stokjes achter, plus 2 stokjes in de laatste 2 steken. 3 lossen omhoog, stokje in de tweede steek. En vanaf hier gaan we verder haken aan de 12 steken kabel. We gaan eerst 3 relief stokjes voormaken. 1, 2 en 3. En dan gaan we 3 steken overslaan en dubbel relief stokjes maken in 7, 8 en 9. Dus dubbele omslag, 1, 2, 3 overslaan. In de 7e steek gaan we een dubbel relief stokje voormaken. Dus dat is 1, dubbele omslag. In de 8e steek een dubbel relief stokje voor. 1, 2 en 3. Omslag, dubbele omslag. In de 9e steek een dubbel relief stokje voor. Maar we gaan 4, 5 en 6 pakken en dat doen we achterlangs. Dubbele omslag. Achterlangs gaan we 4, 5 en 6 oppakken. Dat doen we zo om het stokje heen, tussen je werkje door. Draad halen. We hebben er 4 op de haaknaald staan. En dan is het door 2. Door 2. Door 2, dubbele omslag, ga je weer achter de vorige dubbele relief stokjes langs, voorom pak je vijfde steek op, sorry. Draad halen, hebben we er 4 op de haaknaald staan, door 2, door 2, door 2, dubbele omslag, achter je vorige steken langs, voorom je relief stokje oppakken. Weer door het gat heen naar boven trekken, draad halen, door 2, door 2, door 2. Hebben we nu 6 steken gemaakt, dubbel relief stokjes voor en dan achterlangs heb je 4, 5 en 6 opgepakt. Dan gaan we naar de laatste 3 steken van deze toer en daar moeten in de laatste 3 relief stokjes doen we relief stokjes. 1, 2, en 3. En dan blijft over nog de 2 stokjes in de laatste 2 steken. Dat is deze basis, is altijd de eerste 2 en de laatste 2 zijn gewone stokjes. Die houden de kabel een beetje in bedwang. Dus een stokje in het stokje en een stokje in de derde losse van je toer. 3 lossen omhoog. 3. En je werk draaien. En dan gaan we een stokje in het tweede stokje maken. En nu moeten we relief stokje achter maken, 12. Nou, de eerste 3 zijn natuurlijk niet zo moeilijk. Dus dat is 1. 2. En 3. En nu moeten we dat gekruiste gedeelte, pakken we eerst deze die deze kant op komen, hier naar deze kant. Pak je eerst deze 3, dus 1, dus eigenlijk 4e steek, 5e steek en 6e steek. En mijn draad moet eventjes mee. 6e steek, dan zien we dat hier die andere 3 achterkomen, dus die pakken we nu. Dat is 7e steek,
achtste steek, een negende steek. En ik zit door mijn draad heen, dus ik moet even overnieuw draad halen. En dan rechtstokje achter. En de laatste drie zijn weer makkelijk. Is 9 of 10, 11 en 12. En dan weer de laatste twee zijn stokje in het stokje. En een stokje in het derde losse van je eerste stokje van de vorige toer. Plus 3 losse, 1, 2 en 3. En draaien. Volgende toer. Stokje maken. En nu gaan we eerst de drie overslaan. En met een dubbel relief stokje de vierde, vijfde en zesde steek oppakken. Dus dit wordt de eerste dubbel relief stokje voor in de vierde steek. In de vijfde steek ook een dubbel relief stokje voor. In de zesde steek een dubbel relief stokje voor. En dan gaan we voorlangs een dubbel relief stokje voormaken in de eerste, tweede en derde relief stokje. Dus de eerste relief stokje maak je een dubbel relief stokje voorlangs, dubbele omslag. In de tweede maak je een dubbel relief stokje voorlangs, 2. En in de derde maak je ook een dubbel relief stokje voorlangs. Dus de eerste 6 steken heb je nu met het dubbel relief stokje voorgemaakt. Ik ga deze even overnieuw doen, want mijn draad blijft een beetje hangen. Ik heb de draad dan een paar keer gebruikt voor de stekenkabel uit te leggen. Dus hij gaat nu een beetje uit elkaar zetten, waardoor ik blijf steken in de draadjes. En dit was de derde. Dus we hebben er nu 6 gehad. Gaan we nog een dubbel relief stokje maken in 10, 11 en 12. Dus dan gaan we 10 oppakken. En daar een dubbel relief stokje voor in maken. Dubbele omslag. In 11 gaan we een dubbel relief stokje voor maken. Even overnieuw, want hij pakte hem niet. 2 in 11. Een dubbel relief stokje voor. 2. En de laatste 12. En dan moeten we ook weer terug naar 7, 8 en 9. En dat doen we ook voorlangs. Dus dubbele omslag. Terug naar het zevende relief stokje. Die zit natuurlijk hier een beetje achter. Maar dan gaan we op deze manier om het stokje heen. En we pakken 7. Dubbele omslag. Uit elkaar halen. En we pakken nummer 8. En een dubbel relief stokje voor in 8. Dubbele omslag. En we gaan voorom en we pakken nummer 9 op. Nu hebben we 2 keer gekruist met dubbel relief stokjes voor in de 12 steken. En we houden over 2 stokjes. Stokje in het stokje en een stokje in het derde losse. Wel de hele steek meenemen. Dan gaan we 3 lossen omhoog, draaien, tweede stokje in de tweede steek. En nu moeten we 12 relief stokjes achtermaken. Dus je gaat die kruislings die je gemaakt hebt, ga je uit elkaar halen. Dan zorg je dat degene die hier schuin naar deze kant op gaat, pak je eerst. Dus dit is nummer 1, relief stokje achter. Dit is nummer 2, relief stokje achter. Dit is nummer 3, relief stokje achter. Dan kijken we, deze komt nu aan de beurt. Dus dan is het 4. Vijf. En 6.
En dan zie je dat die hier weer gekruist is. Kijk je ook weer. Deze komt eerst, want die komt deze kant op. Dus je gaat hem weer uit elkaar halen. Dan heb je 6 reliefstokjes. Dan gaan we nu naar 7. Het is even een gepriegel. Maar je, als je het zo uit elkaar haalt, die clusters van 3 eigenlijk, dan valt het wel mee om ze zo 12 reliefstokjes achter te maken. En dan de laatste van deze 3 is nummer 9. En dan houden we deze 3 over. Dus die zorg je ook weer dat je die naar voren haalt voor jezelf. En dan is het nummer 10. Nummer 11. En nummer 12. En de basis is weer de laatste 2 zijn je stokjes. Dus stokje in het ene laatste stokje. En een stokje in de derde losse van de eerste toer. En zo heb je gemaakt je 12 stekerkabel. Heel snel voorgedaan. Ging het toch te snel? Klik dan even op deze link. Dan ga je naar de rustige versie toe. Waarin ik vooral het kruisen en het reliëfstokje achter heel goed uitleg. Maar ik denk voor de ervaren haaksters dat die hier heel snel mee uit de voeten kunnen. Nou, je herhaalt gewoon weer hierna steek vanaf nummer 1 tot 12. Want ik moest even kijken hoe de stappen zijn. De stappen kan je vinden via deze link, een fototutorial van Kim. En Kim heeft al een hele mooie fototutorial gemaakt die ook heel duidelijk is. Dus dat vind je op haar site. Het is geen klikbare link, schrijf me eventjes over. Wil je een klikbare link? Dan heb ik hier mijn website, dat is www.haakwerkje.nl. Op de homepage staat een link naar By Mom Kim. Als je daarop klikt, kom je automatisch bij de website van Kim terecht. Nou, wil je ons blijven volgen, want wij komen met nog veel en veel meer steken. We werken pas sinds december met elkaar samen. Er komen nog veel meer steken aan die zij mij gaat leren. Klik dan even hier op abonneren. Dan heb je de filmpjes als eerste, zie je die dan een beschrijving van, of dan krijg je een linkje van. Dus hou ons in de gaten, blijf ons volgen. Heel veel succes met deze steek en graag tot de volgende keer. Dag!